Goedendag. Bent u klaar voor een echte zomerse week? Want die gaan we namelijk krijgen. Temperaturen iedere dag boven de 25 graden in vrijwel heel het land. Veel zon erbij, af en toe wat sluierwolken, zoals op deze foto ook mooi te zien is. En in de vroege ochtenden vaak wat van die laaghangende mist. Dat ziet er prachtig uit. Hier nog zo'n mooi voorbeeld met die laaghangende mist. Af en toe wat hogere wolkenvelden die voorbij schuiven. Ja, deze zomerweek die hebben we te danken aan een krachtig hoge drukgebied. We zien het hier boven Centraal-Europa liggen. En dat hoge drukgebied dat blijft heel de week zo'n beetje in die hoek. Dat betekent voor ons een zuidoostelijke stroming, oost, zuidoost, soms wat meer zuid. En dan wordt er warme lucht aangevoerd. En we zijn inmiddels al op donderdag aangekomen. En dan zien we nog steeds datzelfde mechanisme. Dat hoge drukgebied met de kern achter mij momenteel. En verder die zuidelijke stroming. Neerslag verwachten we niet. We verwachten wel heel veel zon. En het komt ook tot uiting in deze pluim. Schaduwgevende bewolking is er eigenlijk niet de komende dagen. Alleen maar zon, zon en nog eens zon. En dat zien we hier terug in de verwachting. Ook het weekeinde doet nog mee. Daarna wordt het allemaal iets meer bewolkt. Maar ook dan ziet het er nog vrij rustig uit. In ieder geval gaan we dan wel die hoge temperaturen kwijtraken. Want kijkt u maar eens voor vanmiddag. Temperaturen tussen de 24 en 27 graden. En dat alles bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. De wolkjes die we erin getekend hebben, dat zijn wolkensluiers die van tijd tot tijd voorbij schuiven. Ook dinsdag heel veel zon en hogere temperaturen. In het zuiden wordt het lokaal misschien wel tropisch warm, 30 graden. Hoge temperaturen dus. En ook de dagen erna hebben we alleen maar zonnetjes staan. En die 30 graden in het zuiden en zuidoosten, ja, dat kan regionaal best nog wel eens misschien tot een hittegolf gaan leiden. Een regionale hittegolf, want als we 3 dagen met 30 graden hebben, is het zover. We zien het woensdag heel veel zon, wind uit de oosthoek. Donderdag heel veel zon, wind uit de oosthoek. Vrijdag ook het geval. En in het weekeinde wordt het ook niet heel veel anders. De wind die draait misschien wat naar het noordoosten meer. En de temperaturen die blijven vrij hoog. Met een noordoostenwind zal het in het kop van Noord-Holland natuurlijk net even wat minder warm worden. Maar deze septemberweek, dat wordt een heuse zomerweek. Fijne dag.